Jeetje. Het mooiste moment is, maar toen was ik heel jong, toen was ik 7, is toen Feyenoord de eerste Europa Cup 1 won, dus de eerste Champions League voor de jongere kijkers onder u, in 1970. Toen was ik 7 jaar. Het waren dus de eerste Nederlandse club die dat won, niet Ajax voor de Amsterdammers, niet PSV, maar Feyenoord won de eerste Europa Cup 1. Dus dat is eigenlijk het mooiste moment. Nee, maar ja. Ja, dat is zo. De komende jaren ga ik mij bezighouden met mijnbouw. Dat klinkt heel raar natuurlijk, want heel veel mensen zeggen, wat is dat dan? Maar dat is eigenlijk vooral, heeft vooral te maken met gaswinning en de gevolgen daarvan in Groningen. Waar ik het meest trots op ben nu? Nou, ik denk eigenlijk toch dat ik bij de Belastingdienst enige rust heb gebracht ten opzichte van toen wij 2 jaar geleden aantraden, Alexandra en ik. Dat is 1 waar ik wel trots op ben. De 2e waar ik trots op ben is dat ik denk ik echt wel bereikt heb op het terrein van het tegengaan van belastingontwijking. En Nederland heb geprobeerd uit de lijstjes weg te krijgen waar we niet in horen. Ik hoop ook van harte dat mijn opvolger dat ook zal blijven doen. Omdat ik dat gewoon belangrijk vind voor Nederland en voor de moraal in Nederland. Waalbrugge, denk ik. Voorschoten is een mooi dorp. Oud dorp. Een mooie straat. Een mooie straat. Een soort beetje, ik noem het altijd een Zwiebertje en Bromsnorstraat, zoals Nederland was in de jaren 60. Maar Waalbrugge is ligt heel mooi. Waalbrugge ligt aan het water. In het Groene Hart, aan de plassen. En ik hou heel erg van dat landschap. Dus dat met je riet en water en die luchten erbij. Ja, dat is voor mij Nederland. Waalbrugge. Ja. Goed zo. Nou, tof jongens.